YouTube doet. Like deze video sneller dan dat het licht uitgaat voor een 10. Oh, wie heeft het licht uitgedaan? Yes, school is bijna voorbij, zegt Chain. Wauw, dit is een mooie kamer. En wat een mega tv. En met al die zitzakken ervoor lijkt het wel een bioscoop. Laten we wat gaan eten, zegt Chain. Dat vind ik een goed idee. Wat willen jullie eten? Oh, wij mogen kiezen. Een burger, een broodje, een pizza of een hotdog. Doe mij maar een pizza. Het lijkt erop dat pizza wint. Ja! Ik ben wel een beetje zenuwachtig hoor. Ik bedoel, dit verhaal zou over Elisabeth gaan. Oh my gosh. Het is tijd voor een enge film, zegt Chain. En de film heet Avonturier Elisabeth. Ik krijg alleen al kippenvel bij die titel. Oké, we mogen een van de stoelen kiezen om op te gaan zitten. Ik wil op de voorste rij, dus laten we deze doen. Ik weet wel iets over Elisabeth, maar ik verklap nog niks. Dit kan spannend zijn. Oh my gosh, oké. De tv, die staat aan. Ik ben avonturier Elisabeth. En ik heb een aankondiging. Het einde van Roblox is in zicht. En dat is vandaag. Ik zal iedere Roblox-speler bannen. Totdat ik de laatste over ben. Wat? Als je denkt dat deze film een grap is, laat me je het laten zien. Wat ga je ons laten zien, Elisabeth? Oh my gosh, die speler wordt uit Roblox gezet. Oké. Ik ben een soort van blij dat wij het niet zijn, maar ik vind het wel zielig. Maar nu is het jullie beurt, zegt Elisabeth. Oh, dat meen je niet. Ze is echt, zegt een van de spelers. Ren voor je leven. Oh my gosh, is de tv uitgeklommen. Ah! Oh snap. Heb ik al gezegd. Oh snap. Oh, waar moet ik heen? Waar moet ik heen? We moeten ons verstoppen. Oké, wacht, kan ik misschien onder het bed kruipen of zo? Ik leek wel op een auto die niet wou starten, dude. Hier, is dit ons bed? Ja, dit is ons bed. Oké, snel. We liggen letterlijk in het matras. Is dit bed gewoon heel zacht? Dude, oké, dus we weten nu wie Elisabeth is. En we weten wat ze wil doen. Het is een meisje wat de enige speler in heel Roblox wil zijn. Hahaha. Dat was nog maar een voorproefje van wat er komen gaat, zegt Elisabeth. Als jullie me willen vinden, kijk dan voor de eerste clue in het bos. Wat, in het bos? Oh my gosh, dude, dit is zo creepy. Oké, dus hier moeten wij de eerste clue vinden. Ik ga alvast op zoek. Het kan natuurlijk zijn dat een andere speler eerder is, maar we gaan ons best doen. Blijf dicht bij me, zegt Chain. Ik blijf helemaal niet bij je vriend. Ik ga op onderzoek uit. Oh, we moeten wel naar Chain toe. Oeps. Dat is wat er gebeurt als je te eigenzinnig bent. Oké, we lopen met Chain mee. Hij neemt de leiding. En we zijn dus op zoek naar een clue die ons kan vertellen waar Elisabeth zich op dit moment verschuild houdt. Wij zijn de enige samen met deze spelers die Roblox kunnen redden. En we hebben dat al een keer eerder gedaan. Weten jullie nog? Met Jenna. Die hebben we verslagen. En we hebben Roblox toen gered. Alleen Elisabeth is er nog. Er is hier een hut, zegt Chain. De clue is daar vast binnen. Oh my gosh, dus we moeten serieus naar binnen in deze hut. Oké, maar waar is de clue? Ik zie hier een boek liggen. Wacht eens even, wat zie ik daar liggen? Ik heb denk ik de clue gevonden, of niet? En op de clue staat, ik ben niet alleen. Je hebt de eerste clue gevonden. Nu kom je in mijn wereld terecht. Ik zie je daar. Wacht, wat? We komen in haar wereld terecht? Wat is dat dan voor wereld? Oh my gosh, waar zijn we? Dit ziet er zo creepy uit. Kijk, zeg ik in het spel. Het dak is open. We moeten eruit klimmen. Dat meen je niet. Hoe gaan we dat nou weer voor elkaar krijgen? Kijk of je ergens een hendel kan vinden, zegt Chain. Een hendel. Ah, hier is inderdaad een hendel. Oké, haal hem om. Oh my gosh. Oké, we moeten dus zo snel mogelijk naar boven klimmen. En wij willen natuurlijk de eerste zijn van iedereen. Dus daar gaan we. Come on, dude. Als eerste boven zijn. Oh, snap. Dit is zo spannend. We lopen vooraan. Maar gaan we het ook als eerste halen? Dat betekent dat we absoluut niet naar beneden mogen vallen. Oh. Chain was al boven. Maar hey, dat is natuurlijk niet echt een speler. Dus waarschijnlijk telt het niet. We zijn als eerste. Yes. Oké, dude. Ik ben zo zenuwachtig. Leuk feitje trouwens. Elisabeth, haar uiterlijk is best wel een beetje bijzonder. Omdat ze namelijk nooit haar Roblox-account heeft afgemaakt. Ze is zo tegen Roblox spelen. Dat ze zelf eigenlijk helemaal geen skin wou hebben. En daarom ziet ze er zo creepy uit. Oké, wat nu? Oef, we zijn ontsnapt, zegt Chain. Volg mij. Moeten we hier doorheen, Chain? Ik denk het wel, hè. Aan jou de eer, dude. Wat is dit? Fantastisch. Zegt Chain. Het is een begraafplaats. Maar daar moet ergens een clue liggen. Oké, iedereen gaat naar die kant toe. Dus ik ga deze kant op en... Oh my gosh. Volgens mij hebben we de tweede clue gevonden, jongens. Ja, we hebben hem gevonden, de tweede clue. Jullie zijn klaar voor een gevecht. Gefeliciteerd. Bereid je voor. Oké, dus de clue van Elisabeth zegt dat we klaar zijn voor een gevecht. Oh my gosh. Oh snap, dat zijn de handlangers van Elisabeth. En zelfs die hebben eigenlijk geen skin. Dus je ziet wel dat ze voor haar werken. Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Come on, wegwezen. Roblox wordt niet overgenomen. Niet door jullie, niet door Elisabeth, door niemand. Roblox is van de spelers en van niemand anders. Wij bepalen wat er gebeurt.
Dat klonk best episch. Ik zou eigenlijk in een actiefilm moeten spelen. Oké, we hebben haar vrienden verslagen. En we komen dichter bij de waarheid. Snel, ga de avonturier Elisabeth vinden. Oh my gosh. Oké, iemand heeft de derde clue al gevonden. En er staat, je hebt twee keuzes. Maak de juiste keuze. En welke twee keuzes zijn dat dan? Oh, er zijn twee gaten waar we naar beneden kunnen springen. De linker en de rechter. Dus eigenlijk één of twee. Ik ga gewoon voor de eerste. De eerste lijkt mij de beste. Gaan we gewoon? We gaan gewoon. Let's go. Dude, besef dat als we die andere hadden gekozen, dan waren we nu waarschijnlijk afgewezen. We hebben de juiste keuze gemaakt. Maar we weten nog steeds niet waar Elisabeth is. Oké, maar wat gaat hier gebeuren? Ik heb er een slecht gevoel bij. Oh my gosh. Oké, voor alle duidelijkheid, iets in mij zegt dat we hier zometeen overheen moeten gaan. Oké, net waren we de eerste, dus eigenlijk wil ik dat nu weer proberen te zijn. Oké, voorzichtig. Spring, spring, spring. Oh, iemand anders is in de lava gevallen. Oh, dude. Oké, weet je, ik neem mijn woorden terug. Ik hoef niet per se de eerste te zijn. Ik ben alleen al blij als ik het haal. Kijk, snelheid is fijn. Oh, daar is iemand letterlijk gevallen op het laatste moment. En daarom zijn wij alsnog eerste, dude. Dat is zo erg. Maar we hebben het gehaald, oké. Dude, waarom zou Elisabeth dit allemaal voor ons opzetten? Is dat niet raar? Ik bedoel, ze heeft in het begin van de video laten zien dat ze iemand gewoon ineens kan bannen. Dus waarom ons niet? Waarom laat ze uitgerekend de rest dit hele parcours en al deze clues zoeken? Ik vertrouw het niet. Dude, er is nog maar één speler over samen naast mij. Oh, ik ben zo bang. Ik denk dat Elisabeth buiten deze grot is. Je zou nog best wel eens gelijk kunnen hebben. Maak je klaar voor een battle. Oh, ik weet niet of ik er klaar voor ben. Oh... my gosh, dat is Elisabeth. De speler die Roblox wilt verwijderen. En elke andere speler wil verbannen. Oh, dude. Jullie dachten echt dat je Roblox kon redden van mij. Hahaha. Ja, Elisabeth, zeggen wij. Jij gaat down. Oh my gosh, het voelt letterlijk alsof ik in een actiefilm zit. Oh my gosh, we moeten het opnemen tegen Elisabeth. En ik ben zo bang. Oké, daar gaan we. Oh, snap, wat doet ze allemaal? Oh, ze wil een soort van laserballen op ons afvuren. En ik ben nog maar samen met één andere speler. Oh, dude. De vloer is lava. Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik heb een idee. We moeten haar denk ik eerst een beetje vermoeid maken. Zodat we haar daarna kunnen aanvallen. Oké, ja, dat is nu. Come on, Elisabeth. Jij gaat down. Jij gaat Roblox niet verwijderen. Jenna gaat Roblox niet verwijderen. Oh my gosh. Ik denk trouwens dat Elisabeth en Jenna goede vriendinnen van elkaar zijn. Dat kan bijna niet anders. Oh, 3, 2, 1. Oh, de vloer is weer van lava, dude. Ik ben zo bang. Ik wil niet dat Roblox verwijderd wordt. Het is mijn favoriete spel. Oké, come on. Rennen. 3, 2, 1. Ja, sound effects. Omdat waarschijnlijk er geen sound effects bij dit spel zitten. Dus ik maak ze. Oh, dude. Oh nee. Oké, daar gaan we weer. Weet je, deze keer ga ik expres een beetje bij Elisabeth in de buurt blijven. Want als dan zometeen de vloer verandert in lava, dan kan ik haar gelijk aanvallen. Oké, daar gaan we. 5, 4, 3, 2, 1. Come on. Kom op, we zijn al op de helft. Als we haar nu nog één keer aan kunnen vallen, dan denk ik dat we van haar kunnen winnen. Oké, daar gaan we. We staan op de juiste steen. Oh, dit is echt topsport, jongens. Geloof me, dit is zo enorm creepy. 3, 2, 1. Kom op. Oh nee, ze heeft nog maar een heel klein stukje health. 3, 2, 1. Oh my gosh. Jullie hebben gewonnen. Meen je dat serieus? Ik zal stoppen met hacken. Ik zal stoppen met bannen. Ga maar gewoon. Nooit. We moeten je nog een lesje leren, zeggen wij. Maar laat me je een deal aanbieden. Ze wil een deal maken met ons, omdat we haar anders inmaken. Oké, we luisteren, zeggen we tegen haar. Ja man, moeten we wel een deal maken met de meest onbetrouwbare speler in Roblox? Maar wat is de deal? Als jullie me laten gaan, zal ik iedereen unbannen en Roblox weer normaal maken. Ah, dat is zo verleidelijk. Wat gaan we doen? Laten we Elisabeth gaan? Onze medespeler zegt van wel. Nou weet je, als hij zegt van wel, dan zeggen wij ook van wel. We hadden ook kunnen kiezen om haar voor altijd te verbannen, maar we laten haar gaan. Oh my gosh, ik hoop dat dit het goede einde is, dude. Meestal bij dit soort verhalen zijn er twee soorten eindes, een goede en een slechte. Heeft ze iedereen geunband? Is Roblox weer normaal? We gaan er nu achter komen. Oh my gosh, nee. Dit meen je niet. Jullie zijn zo dom. Waarom zouden jullie een hacker vertrouwen? Hey, we hadden een deal, zeggen we tegen haar. Oh my gosh, dude. Ik speel niet eerlijk. Vaarwel voor altijd. Nee. Oh. Ah man, ik baal man. Oh ja, ik baal echt. We hebben verloren van Elisabeth, omdat we haar vertrouwden. Maar er is altijd nog een mogelijkheid om haar terug te pakken. We kunnen het spel nog een keer spelen. We kunnen als haar spelen, staat hier. Moeten we de volgende keer als haar spelen en haar dan ook nog eens aan het einde verbannen in plaats van vertrouwen? Spam dan jij in de comments. Abonneer voor meer en adios.